Hallo allemaal, ik heb vandaag voor jullie een klein filmpje over de mink. Ik heb toen ik op de CHA was met Heidi Swap gesproken. En die vertelde mij dat de Artscreen Inkt, wat nu al op de markt is, eigenlijk hetzelfde is als de Artscreen Inkt dat uitkomt voor de mink. Dus dit had ik al in huis liggen, dus heb ik besloten om uit te proberen. Een van de trucjes om het goed te gebruiken is om ervoor te zorgen dat het helemaal goed droog is. En ondanks dat het in principe bedoeld is voor de artscreen inks, dat zijn deze roze stansjes, is het ook geschikt om te gebruiken als modeling paste met gewone stencils. En deze heb ik gisteren gedaan. Ik heb de wit, dus op een donker kaartje zie je de afdruk goed. En op een licht kaartje zie je het iets minder. Het kaartje wat ik gebruikt heb met de stencil, daar is de inkt wat dikker van. Dus deze doe ik apart op een velletje. Want ik ben bang dat dat doordat het iets hoger is, niet dezelfde druk krijgt op de andere kaartjes. Waardoor het dan wat minder mooi wordt. Ik knip de minkfolie op formaat van mijn kaartje. En van de witte en de zwarte. En om ervoor te zorgen dat goed aankomt, moet je ook zorgen dat er geen vuiltjes of krassen op je folie zitten. En ik breng het goed aan en daarna wrijf ik het goed plat. Hier en daar kom ik erachter dat er wat stukjes op mijn transfer sheet geplakt zitten. Dus die krap ik er heel even af. Want dat soort kleine plekjes die zorgen voor vlekjes in je mink afdrukken. Ik heb mijn mink op stand 3 gezet. Zoals je ziet is die al warm, want hij is groen. En ik heb een carrier sheet doormidden geknipt. En deze die doe ik er overdwars doorheen, waardoor het allemaal een stuk sneller gaat. Dit filmpje is versneld, dus dit is niet werkelijke tijd. Hij gaat in het echt wat langzamer. Maar ik vind het snel genoeg. Het is niet dat ik me daar heel erg aan stoor. Ik verplaats mijn mink nu op en neer, zodat het wat beter in beeld is. Maar dat hoef je natuurlijk normaal gesproken niet te doen. Ik laat het iets afkoelen en ik veeg het iets af. En tadaa! Hier is de eerste. Dit is de Say Cheese. Deze vind ik persoonlijk niet heel erg goed gelukt. Maar het kan zijn dat ik de artscreen inkt niet heel erg goed heb aangebracht. Het is witte artscreen inkt. Op een wit papiertje, dat is moeilijker te zien. Dus het kan zijn dat ik die niet heel erg netjes gedaan heb, want deze camera, het is nu nog even lastig te zien, maar die heb zo mooi gepakt. Het is heel moeilijk te zien op beeld, maar die heb echt, die heb echt heel goed gepakt. Dus ja, en dat is dezelfde inkt. Dus ik denk dat de Say Cheese wat minder goed is door slechter gebruik. De volgende is met een stencil gedaan. Dit is natuurlijk niet heel erg dun, maar wat dikker. Dus het zal ook wat rommiger resultaat geven. En ik zet hem daardoor eentje hoger. Omdat ik het idee heb dat hij wat meer hitte kan gebruiken. Ik had op de vorige geen hotspots. Dus ik denk dat het geen probleem is dat het iets heter kan. De inkt is natuurlijk ook iets dikker. Dus misschien heb ik wat meer tijd nodig om te verhitten. Deze komt er ook goed uit. Ik wrijf hem nog iets aan. Je voelt niet dat het zachter is of zo. Het zal alleen plakkeriger zijn. En deze, hier ben ik echt helemaal weg van. Het is uiteraard wat rommeliger. Maar dat komt omdat de inkt natuurlijk ook rommeliger is. En wat meer effect hebt. Maar ik ben echt heel erg tevreden met dit resultaat. En ik hoop nog veel meer met deze techniek te gaan spelen. De truc is dus dat het helemaal droog moet zijn. En ik heb deze een dag van tevoren gedaan. Dat was geen probleem. Ik denk dat je het met een heat tool ook goed kan verhitten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En tot een volgende keer. Doei!